Een tijdje geleden vroeg ik mij af hoe lang het eigenlijk nog gaat duren voordat Noord-Korea wakker gaat worden. Hoe lang houdt Noord-Korea het onderdrukkende regime nog vol? Met de komst van internet, televisie, kan Kim Jong-un het volk toch niet langer in de maling nemen, denk ik dan. Ik heb een interview opgeduikeld met Peter Fleury. Hij maakte in 2004 de documentaire Een dag uit het leven. En het gaat over een typisch Noord-Koreaans gezin. Hij mocht met toestemming van de overheid destijds een portret maken van die familie. Alleen moesten zich aan ontzettend veel regeltjes en restricties houden. Uiteindelijk ging het niet zoals hij dat wilde. Hij had bijvoorbeeld op een bepaald moment de televisie in Noord-Korea gefilmd. Beelden die daar werden uitgezonden. En hij zegt, ik had het idee dat dat nou niet echt de bedoeling was dat wij dat ook als westerlingen mee zouden krijgen. Uiteindelijk is hij teruggegaan naar Noord-Korea. Heeft hij daar ook de documentaire laten zien. Ze waren er niet echt heel erg blij mee. Is uiteindelijk uitgezonden in Nederland op de NPO. VPRO-televisie, Een dag uit het leven. Alleen, ik kan nog wel het interview laten horen met deze documentairemaker Peter Fleury. Maar de documentaire zelf, Een dag uit het leven uit 2004, is echt met geen mogelijkheid meer te vinden. Ik heb hem destijds zelf wel gezien, maar als jij nou heel behendig bent met zoeken op internet, ik heb al een beetje mijn best gedaan, laat het mij dan even weten, want dan kan ik het linkje in elk geval delen, omdat ik vind dat iedereen deze documentaire, als je daarin geïnteresseerd bent, gewoon even een keertje moet zien. Het interview dus met Peter Fleury, waarvan de credits niet bekend zijn. Ik weet niet door wie hij geïnterviewd is, anders had ik hem graag die credits gegeven. Maar het geeft wel een heel leuk inkijkje in de wereld van Noord-Korea en hoe je daar als filmmaker uiteindelijk binnenkomt. Nou, de eerste vraag is uiteraard, hoe heb je het eigenlijk voor elkaar gekregen om in Noord-Korea te mogen filmen? Het was een kwestie van heel lang doorkletsen met ze en alles maar uitleggen dat ik eigenlijk van plan was om hun kant van de zaak te belichten. Terwijl wij in het Westen meestal de Amerikaanse visie op het Koreaanse probleem krijgen. Ja. En vrij veel slechte publiciteit over Noord-Korea komt, wat ze heel goed weten. En ik heb ze dus uitgelegd dat ik eigenlijk heel dicht bij hun wilde staan om via hun verhaal te vertellen. Ik had eigenlijk verwacht dat het wat minder eng zou zijn. Ik vond het eigenlijk wel een beetje eng. Omdat alles is toch wel heel erg leeg en je krijgt van mensen geen enkel gevoel wat ze nou eigenlijk vinden als ze in het openbaar zijn. Aan de andere kant kon ik eigenlijk heel vaak met ze lachen. Als ze dus, één op één, of als we ergens in een restaurant waren, we hadden eventjes wat ontspanning. Dan begonnen het opeens hele normale mensen te worden en dat had ik ook weer niet verwacht. Wat ik niet had verwacht, dat hun geschiedenis zo desastreus verlopen zou zijn de vorige eeuw. Met als dieptepunt eigenlijk de Amerikaanse bombardementen. Waarbij Irak een fluitje van een cent is. En waarbij dat daar dus 2 miljoen Noord-Koreanen zijn omgekomen. En het hele land plat is gebombardeerd. Dus dat beeld had ik niet. En ik begreep dus ook wel dat als je zo'n land herbouwt en je neemt daarvoor de credit, dat de mensen die denken dat jij dat gedaan hebt, jou natuurlijk een held vinden. Is de liefde voor de grote leider ook echt oprecht? Nou, zeker is er een heel stuk propaganda, dat is ongetwijfeld zo. Maar het rare is dat toen koningin prinses Juliana overleed, had ik daar toch gevoelens bij. Terwijl ik haar in mijn leven 1 keer van heel dichtbij heb gezien. En voor de rest alleen maar een beetje vaag een keer op televisie. En ja, als monarch heb gekend en daar eigenlijk geen enkele relatie mee had. Ja. Desalniettemin had ik gevoelens. En ik schat eigenlijk in dat hun relatie tot hun leider identiek is. Do you know what is the internet? Yes, of course. What is the internet? Can you tell me in English? It's not the internet, it's easy. Internet is what? Internet. What is the short form? What is that?
International letter. International? Don't you know that it is a short form of international letter? Then you must study computer more, right? Yeah. Die rijkdom in het Westen is wel min of meer bekend. En zo dus ook komt een bericht als wat is internet komt binnen. Ze hebben ook intranet in Noord-Korea. Dus dat hele systeem is bekend. Het is op zich een ontzettend georganiseerd volk. Een heel technisch begaafd volk ook. Dus al die dingen die komen wel. Het enige is... De machthebber wil natuurlijk niet van de troon gestoten worden, want dan is hij ook zijn hoofd kwijt. Ja, ja. Dus hij zal zorgen dat het zo binnenkomt dat het niet een bedreiging vormt. Kijk, we hebben natuurlijk toch een aantal vrije opnamen kunnen maken in die fabriek. Ja. Dat ze een beetje zaten te slapen. En dat ze natuurlijk toch rare dingen hebben kunnen filmen die waarschijnlijk toch niet helemaal de bedoeling waren. Ja. Dus ik denk dat het toch ook een beetje... De blackout bijvoorbeeld. Ja. Hè? Of inderdaad dat hele systeem van die heeft een fout gemaakt en dat moutje zit aan de hals genaaid. En dat soort flauwekul. Ja, dat willen ze natuurlijk eigenlijk denk ik toch liever niet vertellen. Dus ik denk ook dat ze het een beetje onderschat hebben. Tenslotte, binnenkort ga je dus terug naar Noord-Korea om aan hun de film te laten zien. Wat verwacht je dat hun reactie zou zijn? Ik verwacht dat ze op een aantal punten kritiek zullen hebben. Ik heb ze bijvoorbeeld beloofd dat ik alles wat ik zou filmen zou vertellen. Nou, ik heb onder andere hun televisie gefilmd. Daar zitten beelden bij die volgens mij niet voor de buitenwereld bedoeld zijn. Het feit dat ik dat heb gefilmd vinden ze waarschijnlijk niet leuk. Maar ze hadden mij ook een aantal andere dingen beloofd. Die heb ik niet van ze gekregen. Dus ik heb nog wat in het rugzakje. En ik denk dat op het moment dat zij mij het menu voorhouden wat ik had moeten opeten, dat ik hun vertel dat het toetje me ook heel erg lekker zou hebben gesmaakt en dat ik helaas het toetje niet heb gekregen. Dus ik denk dat het in die zin wel een evenwicht is.